Wordt het commentaar geleverd door Jeroen Guter, mijn collega, en ondergetekende Sier de Vos. We gaan weer ons stinkende best voor in. We hopen dat de voetballers dat ook doen. Het is Borussia Dortmund tegen Manchester United. Ik verheug me op een attractief duel, Sier. Dat kun je wel overlaten, deze twee teams. En Dortmund krijgt de inworp. Timo Werner, Mohamed Salah, Christian Pulisic, Mohamed Salah. Salah met een kans. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Niklas Füllkrug. En ze komen weer aan de bal. Messi, Phil Foden. Borussia mag ingooien. Borussia Dortmund weer in aanval. Hier moet de voorsprong komen. Hij grijpt in en verijdelt die aanval even lucht. Messi. De bal nu alweer ingeleverd. Phil Foden. Onderschepping. Van Salah. Het is tegenwoordig ook belangrijk dat spelers zelf goed kunnen nadenken in het veld. Dat ze initiatief nemen. Ja, zie je, dat klopt. Vroeger zijn trainer Jantje staat in de spits. En daar bleef het dan ook bij. Maar tegenwoordig komt er veel meer bij kijken. Je moet als speler ook in staat zijn om een paar keer per wedstrijd van tactiek te kunnen wisselen. Ja, om de wedstrijd te kunnen lezen. Mohamed Salah. Zijn kans nu uithalen. Nu ben ik dus benieuwd wat ze gaan doen. Doordrukken of die voorsprong consolideren. Ja, de keeper valt hier natuurlijk helemaal niets aan te rekenen. Hè. Die is verstrekt kansloos hoe de bal buiten zijn bereik hoog en links in het doel terechtkomt. Wel frustrerend natuurlijk voor hem, want er was graag in actie gekomen. Op de een of andere manier weet hij voortdurend de bal onder controle te houden. En niemand van de tegenpartij grijpt echt doortastend in. Raheem Sterling. Nog een beetje extra speeltijd. Sterling is de scheidsrechter op fluit. Het is rust. De stand is 2-0. Coming up halftime, don't forget, we'll be having the lucky raffle. And also don't forget the lucky program draw number is on the back page of your programs. Manchester United is met een achterstand uit de kleedkamer gekomen en de tweede helft is begonnen. Karim Benzema heeft de afspeelmogelijkheden voor het uitkiezen. Dortmund met een balbezit. Salah met een sterke pas. Salah brengt de bal naar voren. Messi op de vleugel aangespeeld. Daar zit iemand tussen bij het schot. De pas van Salah is goed. Deze kans moet erin. Op het doel. Mede door opnieuw een zwak optreden van de doelman staan ze inmiddels op een grote achterstand. Dit zijn we niet van hem gewend. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Sterling geeft een goede pas. Leunis heeft voldoende afspeelmogelijkheden. Timo Werner. Mohamed Salah. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Salah met een kans. Wat een beauty van Mohamed Salah. Wat is het toch een klasbak. Hij deed werkelijk alles goed. En kan deze goal op zijn contrite staan bijschrijven. Zo, die durft.
Dat is dapper hoor. Hij neemt zijn tijd en plaatst de bal vervolgens hoog in de rechterhoek van het doel. We gaan verder met een afgetekende score. 4 tegen 0. De passie van Sterling. De bal kwam tegen de speler aan. Inhoorn. Messi nu in de aanval. Goede actie. Het wordt wel een inworp. Wissel bij Manchester United. Karim Benzema. Een grote kans hoor. Oh, lekker keeperswerk van Alisson. Nee, die corner zeilt recht in de handen van de keeper. Trent Alexander-Arnold. Wat is een bonus voor Borussia. Sterling geeft een goede pas. Zou wel eens wat kunnen worden. Sterke actie op de bal. Zijn tong hangt op zijn schoen, zo lijkt het. Dan nog een doelpunt mee. Deze had ze natuurlijk niet echt meer nodig. Nou zeg, die gaat lekker. Elk schot is raak. Ja, dit komt echt zelden voor. Deze speler is niet te houden. Eens kijken of hij het nog een keer flikt. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. Laatste minuut van de wedstrijd is ingegaan. Deze thuiswedstrijd zit erop. De overwinning is binnen. We denken eigenlijk dat ze zelden de problemen zijn gekomen. Ja, de kans af te maken. Kortom,